We hebben het vanavond gehad in Den Haag over het nieuwe zorglandschap, waarin de gemeenten een belangrijke plek gaan innemen. Vanuit het veld zijn er nog wel bezorgde geluiden te horen als het gaat om het tempo waarin een en ander gebeurt, de omvang van de hele operatie. Hoe kijken de huisartsen hier tegenaan? Nou, ik denk dat de transitie die eraan zit te komen per 2015, dat die aan de ene kant veel uitdaging biedt, dat die veel kansen biedt, dat die de kans geeft om straks maatwerk in die buurt te geven. Dat is heel erg mooi, dat is goed, maar er moet wel heel veel gebeuren. Ik denk, om dit in goede banen te leiden, moet er tijd zijn, moet er geld zijn, moet er know-how zijn bij die gemeente om dit samen met die zorgverleners in de buurt te regelen. En ik heb de afgelopen weken heb ik met veel wethouders, met veel raadsleden gesproken. En daar ontbreekt het nog wel eens aan. Je hebt heel veel succesverhalen, dus dat is mooi. Ik denk dat we daar ook veel van moeten leren. Maar je hebt ook wel veel plaatsen, veel gemeenten waar het gewoon nog echt niet loopt. En dat is wel heel zorgwekkend. En wat je vanavond hoorde, de VVD en de PvdA, die noemen dat spannend. En ik vind dat eigenlijk doodeng. En wat is daar doodeng aan? Nou, dat het om mensen gaat. Dat we straks in een situatie zitten waar mensen in de buurt niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dan wordt het dus heel druk op het spreekuur van de huisarts. Dan wordt het heel erg druk op het spreken van die huisarts. Daar zijn we ook voor. Maar wij moeten vervolgens wel natuurlijk ook samen met die andere zorgverleners in die buurt die zorg kunnen leveren. En als je kijkt wat daar per januari 2015 op ons afkomt, dan vraagt dat veel van de gemeente en van die zorgverleners in de buurt om dat goed te regelen. En op gemeentelijk niveau loopt dat op sommige plaatsen goed, dat is mooi, maar op sommige plaatsen ja, nog onvoldoende. En dat is zorgelijk. Wat is nou wat de huisarts betreft de showstopper? Wanneer moeten we zeggen, dit gaat zo niet werken, dit moeten we in ieder geval moeten we uitstellen? Nou, wat ik hoop is dat ze goed in kaart gaan brengen waar het nog niet loopt. En dat ze goed in kaart gaan brengen waar het heel goed loopt en waar je van kan leren. En dat de plaatsen waar het nog niet goed loopt, dat die extra aangespoord worden, extra aangezet worden om het per januari 2015 toch wel gedaan te krijgen. In dat nieuwe zorglandschap zien we ook een beetje oude vertrouwde figuur weer teruggekomen, namelijk de wijkverpleegkundige. Wordt misschien wel eens een beetje als een soort wondermiddel gezien. Hoe zou die wijkverpleegkundige zich moeten verhouden tot de huisarts? Ja, nou, niet alleen de wijkverpleegkundige wordt als wondermiddel gezien. Ook de huisarts wordt als wondermiddel gezien. De huisarts en wijkverpleegkundige die lijken oplossing voor alles te zijn. Ik denk dat het een heel waardevol team is. Een heel sterk team is die heel veel voor elkaar kan krijgen in die buurt. Tegelijkertijd moet je ook wel de verwachtingen temperen of moet je oog hebben dat er ontzettend veel op ons afkomt. Dat we heel veel kunnen gaan doen, maar dat we daar wel de tijd en de ruimte voor moeten hebben om dat ook goed te organiseren met elkaar. Dus ik geloof heel erg in dat tempo, of in dat team van die huisarts en die wijkverpleegkundige in de buurt. Maar wel onder de goede voorwaarden en op een tempo waarin we het aan kunnen. Dus politiek, wees realistisch. Wees absoluut realistisch, ja. Ja. En heb oog voor wat er leeft in de buurt en voor wat er mogelijk is in die buurt.